Je noemt net dat moment in de studio, dat bevrijdend gevoel, want je vond een vaardigheid in jezelf die je, waarvan je niet dacht dat je hem had, in dat produceren. Maar was het fijn om ook niet afhankelijk te zijn van alleen de gitaar, zeg maar wat je noemde, die vaste structuur van bijvoorbeeld een folk? Ja, tuurlijk. Ik snap je vraag. Je bedoelt van, het is ook wel zo dat je... Als je een kader hebt, kan je binnen dat kader vrij zijn. Ja. Maar, inderdaad, dat is verloren. Maar op het moment dat je weet dat je iets kan, dan moet je ermee dealen. Ja. Inderdaad. Ja, dat is wel zo. Maar dat is een... dat is vooruitgang. Dat is juist goed. Kijk, zodra je allemaal opties hebt, moet je keuzes gaan maken. Ja. Inderdaad. En dat kan een stress zijn, maar het kan ook keuzevrijheid zijn. Want je kan ook gewoon, anders zit je maar vast in dat ene hokje. En bovendien, het is niet alsof er geen kaders meer zijn. Nee, ik kan nog steeds niet opera zingen. Ja. Dus dan kan ik, het hokje is alleen maar wat groter geworden en zo. En ik geloof ook wel wat je wil, verandert ook. Weet je, dat klinkt echt als het meest domme open deur ever. Maar ik bedoel, op een bepaald moment is het goed dat je jezelf... mijn vorige album was inderdaad heel erg strikt binnen een heel strak concept van... dit, zo moet het klinken. Mm-hmm. Deze, we gebruiken alleen gitaar en piano. Heel minimaal, heel sober. Het gaat alleen maar om de stem en de teksten en de melodie. En maar een heel klein beetje om de muziek en zo. Maar toen verlangde ik daarnaar. Toen verlangde ik naar die manier van werken. Je kiest niet waar je naar verlangt. Dus ik moest nu dit wel doen. Ik bedoel, het is niet alsof je naar... je kan wel, als je een snoepwinkel inkomt of zo, dan kan je wel kiezen tussen, ik wil M&M's of ik wil jellybeans of zo. Maar ik bedoel, het is niet echt... keuze, je wil, ja. Je kan het niet rationaliseren, want het gevoel is het gevoel. Nee, ja, precies, ja. Dus je, weet je wel, je wil gewoon iets eten en... Wacht even hoor, ik ben echt een soort metafoor aan het bouwen, een soort analogie, en dit gaat gewoon helemaal nergens over. Maar ik ga even opnieuw denken wat mijn punt was, en dan proberen het beter te zeggen. Nee, maar je punt, okay. ik snap je punt. Oh nee, ik ga het anders zeggen. Mag ik het anders zeggen? Tuurlijk. Oké, kijk. Je bent in principe, als het goed is, een marionet van de muzen, weet je wel. Je kiest niet helemaal zelf waar je... De vorige keer was het echt zo van, naar de piano, oké. En nu was het zo van, die synthesizer, weet je wel. Gewoon, het is niet alsof ik een soort, het is niet alsof ik een board meeting heb met de mensen van mijn label. En die zeggen van, we hebben een sound voor jou bedacht, een sound... meer elektronisch, meer, er zal jeugd dat meer aanspreken. We hebben sound gebruikt. Die sound, die gitaar van jou, die mag wel eventjes in de koelkast voor dit album. Ga jij nou eens een producer voor je vinden? Nee, zo gaat het niet, weet je wel. Ik had wat teksten opgeschreven, maar je hebt al aangegeven, je wil niet heel diep daarop ingaan. Ik wil niks doen wat de interpretatie ervan in de weg zal staan. Maar ik wil... Probeer maar. Nou, bijvoorbeeld. Ik heb een stukje uit Was ik maar een robot. Daarin zing je het over een luikje in je hart. En dan zeg je M-E-Z-E-L-F, mezelf. Ja. Dat houden van jezelf. Ja. Is dat altijd, zijn dat soort dingen in de muziek? Zijn die autobiografisch? Ik denk... de vraag of mijn muziek autobiografisch is, is eigenlijk... Nou, ten eerste kan je... Er zijn theorieën dat alles, elke creatieve uiting autobiografisch is. Maar dat vind ik een beetje flauw, want dan verval je in een soort van woordspel. Van wat betekent dat woord? Ik weet natuurlijk waar je op doelt. Ik denk dat dingen zowel autobiografisch kunnen zijn als niet autobiografisch. Je kan zeg maar elementen nemen. Stel je voor, je schrijft een nummer over
een film die je gezien hebt. En je gebruikt gewoon wat van die karakters, iets wat er gebeurt, je schrijft daar een nummer over. Of iets en je schrijft daarna nog een nummer over wat je vorige week is overkomen en hoe erg je dat raakte. Mm-hmm. Weet je wel? Dan heb je twee nummers naast elkaar. En dan zou je denken, oké, dat tweede nummer is autobiografischer of zo. Ja. Maar misschien was het feit dat je juist door die film geraakt was, iets heel erg diep persoonlijk. Is het juist omdat die film nou juist iets raakt over diep persoonlijk? Ja. Misschien is dat eerste nummer dan wel autobiografischer, weet je wel? En misschien mengen ze wel door elkaar heen. Dus je vraagt eigenlijk naar de ontstaansgeschiedenis van het lied. Mm-hmm. Maar de ontstaansgeschiedenis is niet meer belangrijk op het moment dat het lied er is. Want mijn lied gaat over de luisteraar. Okay. Het gaat niet over mij. En ik wil er zeker niet tussen staan als een soort van karakter dat die nummers uitbeeldt. Ik ben niet een acteur in een film die zelf heeft geschreven. Ik ben ik schrijf die nummers en dan hoop ik dat mensen dat luisteren en denken dat het over hunzelf gaat of dat ze het zelf voelen. Hmm. En daarom ben ik nu ook zo'n moeilijk antwoord aan het geven op je vraag die eigenlijk een ja of nee vraag was. Jorgen, is het autobiografisch, ja of nee? Ik ga daar niet op antwoorden, nee, ik snap het want wel. Voor je het weet denkt iemand van, oh, het gaat niet over mij, het gaat over hem. Hè? Ja. En als ik zeg ja, dan kan je dat proberen. Als je zegt nee, dan is het weer iemand, oh ja, hij meent het niet, want het was niet autobiografisch. Weet je wel, krijg je dat gezeik weer. Ja, ja, ja. Dus het is nooit goed. Je kan hier alleen maar shit antwoord op geven. Dus daarom geef ik zo'n shit antwoord. Fair enough. Fair ja. enough. Overigens, ik weet als luisteraar, je zou ook kunnen zeggen van wat boeit het? Want ik weet ook niet of ik mezelf nou belangrijker maak. Dat ik denk van, ik kan er zeggen van, oké, ja, het is allemaal uitbiografisch. Het is helemaal niks uitbiografisch. Ja. Ik weet ook helemaal niet eigenlijk in hoeverre dat perceptie beïnvloedt van mensen die het horen. Ik weet wel van mezelf dat als ik naar Leonard Cohen luister en hij zingt over zijn ex-vriendin of over zijn nieuwe vriendin of over zijn toekomstige vriendin, dan denk ik niet aan zijn ex-vriendin of zijn toekomstige vriendin. Ik denk aan mijn eigen. Ja. Weet je, zoiets. Ja. Dus je trekt het altijd naar je eigen ervaringen toe? Bij goede muziek wel. Okay. Dan heb ik nog één vraag, los van het al. Mm-hmm. Wie is jouw eigen favoriete live act? Dat is een goeie. Internationaal zou ik zeggen Joanna Newsom. Oké. Okay. Eén minuut, ja, oké. Okay. Internationaal zou ik zeggen Joanna Newsom, een singer-songwriter uit Amerika. Zij is echt heel geweldig en live helemaal. Wat maakt haar zo goed? Haar repertoire, dus haar liedjes. Het volgt geen enkele regel, het is volledig opgetrokken. Het bestaat helemaal in het universum dat haar eigen regels geschapen heeft en die dan volgt. Dus het is uniek en bijzonder en anders dan anders. En live vind ik dat zij gewoon heel goed zingt en heel sterk met teksten gaat. Ik ben toch iemand die heel erg in tekst geïnteresseerd is. Wat vind ik de beste Nederlandse live act? Ik zag laatst The X, weet je, de Nederlandse band eigenlijk, die ook al 25 jaar bezig zijn of zoiets, of 20 jaar. Die vind ik echt geweldig live, dat is altijd een feest en zo. Zeker, die hebben ook nu steeds meer van die Afrikaanse invloeden. Okay. Goede dansmuziek. Mijn de Talma, dat is een singer-songwriter uit het noorden des lands. En hij heeft om de twee jaar een nieuwe tour. En dat heeft en hij pakt het altijd nogal conceptueel aan. Dus soms is dat niet heel, zeg maar, persoonlijk of autobiografisch. Ja, het is allemaal persoonlijk, maar soms is het meer direct autobiografisch. Ja. En soms gaat het over sporters of zo. Of over, weet ik veel, of diepzeeduikers of zo. Weet je, en dan heeft hij daar een hele show over. Okay. En dat vind ik altijd fascinerend om te zien. Dus, Over Joanna Newsom. Mm-hmm. Wanneer heb je haar live gezien? Kun je me even heel kort naar terugnemen? Volgens mij, de laatste keer was, ik ga binnenkort in januari of in februari komt ze in Nijmegen, ergens in februari.
in de vereniging. En ik heb haar gezien in de Melkweg, volgens mij in 2010. In Eindhoven, ook in 2009, 2010 of zo. Of misschien was het later, in 2012 ook in Brussel. En ik heb haar echt wel vaak gezien. Allemaal goed? Ja. Ja, echt heel mooi. Ja, het is ook gewoon het repertoire, maar ik vond het ook gewoon live heel fascinerende muziek. Oké. Heel erg bedankt voor je tijd. Ja, jij bedankt. Dankjewel.